sta hier op mijn werk. De conference room. Geniale ruimte. Ik neem niemand in de maling vandaag. Ik geef je wel iets onwijs geniaals laten zien. Iedereen kent die programma's wel. Die chatprogramma's, MSN, Skype. Dit is mij allemaal te onpersoonlijk. Ik wil, als ik met iemand praat, wil ik gewoon dat hij naast me staat. Gewoon bij wijze van spreken een biertje samen kunnen drinken. Terwijl die aan de andere kant van de wereld staat. Heb ik iets op bedacht? Ik heb hier een holografische messenger ontworpen. Ik werk met deze twee pilaren. LED-lichtjes en een laserlicht. En de rook die hier nu hangt, gebruik ik om daar straks iemand op te projecteren. Dat wordt Richard, mijn welgewaardeerde collega. Zit in België. Even kijken of ik verbinding kan maken. Let op. Hey! Hey, is het? Hey, mooi jongen. Hoe is die? Hey, is goed met je, Kiemer. Ja, je ziet er helemaal uit. Ja, knap gedaan, man. Jeetje, echt knap gedaan. Kijk, je moet je investeerders van gaan zoeken, joh. Heb je volgens mij heb je een speciaal in nieuwe broek aangedaan. Ja, hey, kun je die zelf zien dan? <laughs> Ik zie alles. Ja, knap gedaan, joh. Echt knap gedaan. Hey, mina. Hey, we hebben ook toch spreekshow, hè? Is er niet normaal? Misschien liggen wij die in Devonmere. Richard, die praat ondertussen door over de afspraken. Dat is moeilijk gedoe. Ik ga straks even proberen om in te zoomen op zijn hoofd. Hallo, Max. Kijken of het gewoon één tacht maakt. Max. Hey, Richard, rustig. Ja. Hey. Die Joost Rinterface documentatie. Komt goed, komt goed. Oké. Okay. Goedemiddag, hè? En druk op de knop, pas op, hè. Het is geniaal, kijk hoe groot hij wordt. Komt ie. Oh. Richard, wat doe je nou? Dat doe je toch niet zo. Het ziet je snor er goed uit, Ries. Hey. Ja, bedankt, hè. Hey, maar vanmiddag die Joost Rinterface documentatie, hè? Ik zie je vanmiddag, Ries. Ja, kom maar met die Porsche van je. Joep, later. Hoi. Allemaal leuk en welzijn, Richard. Maar geef mij maar gewoon zo'n mooie, leuke dame. Waarmee ik lekker kan kletsen. Als het ware kan aanraken. Dat zou toch perfect zijn.